Deze voorbereidingsdienst op het Heilige Avondmaal gaan we met elkaar lezen uit het Oude Testament, uit het hoogste lied, Hooglied, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Hooglied 5, geschreven door Salomo, en we beginnen te lezen bij het eerste vers. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerij en ik heb mijn honingraten met honing gegeten. Ik heb mijn wijn, misgades mijn melk gedronken. Eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte, die was, doe mij open, mijn zuster. Mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen die drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de hansvaten van het slot. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En de wachters die in de stad omgingen, die vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. En de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik ziek ben van liefde. Wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste, die is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. En zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen die zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. En zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turquoise en zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. En zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover. Drie gedachten. Een slaperige bruid. Tweede gedachte, een zoekende bruid. En de derde gedachte, een belijdende bruid. Ik denk dat ik het al meer tegen u gezegd heb, gemeente. Maar vanmorgen nog eens een keer een streep eronder, moet u luisteren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. In de tweede plaats dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk
tot zijn gedachtenis. Ik dacht vroeger altijd, als ik dit las, degenen die aan het avondmaal gaan, die moeten zich maar eens goed beproeven van tevoren of dat ze geen schijngelovigen zijn. Of een naamchristen. Of dat ze denken dat ze een kind van God zijn, maar ze zijn het niet. Ik dacht dat dat altijd de insteek was om het avondmaal van de Heere heilig te kunnen bedienen. U hoort wel, ik geloof in de eerste plaats dat het hier niet over gaat in het formulier dat wij in de week van voorbereiding geroepen worden om ons te onderzoeken of dat we een schijnchristen zijn. En dat we ook niet geroepen worden in de eerste plaats om te onderzoeken of dat we wel het ware geloof hebben. Ik zeg het een beetje cru, gemeente, maar misschien vergeet u het dan niet meer. Dat moet u doen in de 3 maanden tussen avondmaal en avondmaal. Dat is iets dat gebeurt in de prediking en door de prediking van het woord. Dat je jezelf onderzoekt of dat je in het geloof bent. Of dat Christus je dierbaar is. Dat je mag weten, enigermate mag weten met zekerheid, mijn zonden zijn vergeven. Dat zijn allemaal vragen die komen als het goed is aan de orde onder de prediking van het woord in 3 maanden. Maar als het gaat over het avondmaal, dan gaat het formulier ervan uit dat u enigermate weet wie de Heere Jezus voor u is. Dat u enigermate zeker bent dat u mag weten dat u een kind van de Heere bent. Goed, dat wordt misschien aangevochten en bestreden. Dat komt op de zeef, allemaal waar. Maar op de bodem van je hart moet je weten dat je het eigendom bent van hem die de tafel toericht. Daar gaat het formulier van uit. Wie moet er zich beproeven? Wie? Nou, degene die het voornemen hebben om aan de tafel des Heren te gaan. Waarom moeten zij zich beproeven? Nou, willen zij met troost aan de tafel deel kunnen nemen, is het nodig dat je eerlijk naar jezelf kijkt. Of dat er misschien geen schadelijke weg bij je is. Dat je Christus toch niet uit het oog verloren bent. Want als je zo gesteld bent, moet je er niet op rekenen dat je met troost aan de tafel des Heren kan deelnemen. En dan moet je er ook rekening mee houden dat je het niet kan houden zoals hij het bedoeld heeft. Want hij heeft het bedoeld, doe dat tot mijn gedachtenis. Daarom is het goed dat degenen die het voornemen hebben om aan de tafel des Heren te gaan, dat zij zich beproeven. Natuurlijk is dit te kort door de bocht, want er is veel meer over te zeggen. Het geldt ten diepste voor de hele gemeente. Jazeker wel. Maar in het formulier komt telkens naar voren, weet u wat naar voren komt? Pas op dat je eigen geen oordeel eet. Wie eet zichzelf een oordeel? De gelovigen. U dacht natuurlijk altijd dat zijn de schijnchristenen en de naamchristenen. Maar het formulier waarschuwt, dat je niet zomaar automatisch aan de tafel gaat. Maar dat je ook je onderzoekt. Dat je ook terugkijkt tussen avondmaal en avondmaal hoe het geweest is. Opdat je jezelf ook zou verootmoedigen voor God. De keren dat je uitgegleden bent. Dat je Christus uit het zicht kwijtgeraakt bent. Dat je meegegaan bent in wereldgelijkvormigheid. Daar worden we toe opgeroepen om dat te bedenken. Omdat eerlijk, u die het voornemen hebt om aan het avondmaal deel te nemen, onderzoekt uzelf. En verootmoedigt u voor de Heere.
Maar zo kun je natuurlijk niet aan. Zo kan een gelovige niet aan de tafel met overtuiging dat hij gefaald heeft. Maar we worden ook opgeroepen om te onderzoeken of dat we de gewisse belofte van God geloven, dat hij onze zonde om Christus wil vergeven heeft. En we worden ook opgeroepen om te onderzoeken of dat je van harte bereid bent om voortaan in een nieuw leven voor hem te leven. Ik wou dit even kwijt, want ik weet dat heel veel mensen hier zitten vol met vrees en beven en denken, oh, nou moet A wordt man worden en ik weet niet of dat ik wel A mag of niet A mag. En ik moet oppassen dat ik mijn eigen geen oordeel eet en drink. Zo wordt heel vaak de voorbereidingstijd gebruikt en de Satan lacht. Want waar het echt over gaat, waar het echt over gaat, daar komen wij helemaal niet aan toe. We zitten met die vraag vol twijfel en onzekerheid. En we toetsen ons leven en we zeggen, zie je wel, ik ben geen kind van God. En zo verloopt de voorbereidingstijd op het heilig avondmaal. Vanmorgen in het boekje Hooglied gaat het over een vrouw. En dat is de bruid. En dat voorwoord van die bruid en bruidegom, dat heb ik al genoeg aan u verteld. Maar het gaat hier over een vrouw die op bed ligt. Een beeld, hè? Een beeld om jou en mij het duidelijk te maken. Het is natuurlijk in de eerste plaats een verhouding tussen een man en een vrouw, een jongen en een meisje. Maar wij geloven dat de Bijbel een diepere betekenis aan het boekje Hooglied geeft. Het is net als een soort gelijkenis of zo. En het is gedicht, het is opgeschreven als een lied, als het hoogste lied wat Salomo gezongen heeft. En heel dat boekje Hooglied, dat gaat over één ding. Ambrosius, die heeft er een boek over geschreven. En dat boek, dat heb ik aan de catechisanten, heeft de kerkenraad aan de catechisanten meegegeven, het zien op Jezus. Daar hebben Ambrosius zo'n dik boek over geschreven. Dat het daarover gaat in het boekje Hooglied. Dat deze vrouw, dit meisje, het zicht op haar bruidegom is kwijtgeraakt. Ik weet uit ervaring, lieve gemeente, dat er zijn in mijn midden die zijn het zicht op Jezus kwijtgeraakt. En heel de Bijbel staat er bol van. In een tijdsvorm, in het Grieks bijvoorbeeld, dat dat zien niet zomaar is even af en toe of zo. Weet je wel, zo genoot en zo weer toegesloten, zo niet. Maar er staat een woord in het Grieks, een gedurig zien op Jezus. Daar gebruikt de Bijbel allerlei beelden voor. Johannes de Doper, die zei al, zie het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Je wordt opgeroepen om te zien op Jezus. En u in het bijzonder, u die aan de tafel des Heren deelneemt, als u het zicht op Jezus kwijt bent, dan hebt u vragen, twijfel, onzekerheid, wanhoopsgedachten. En hoe kom je daaruit? Hoe kom je daarvan verlost? Door het zien op Jezus. En daarom dat woordje in het Grieks niet zomaar af en toe, maar dat we hem op ons netvlies hebben. Waar de bruid uit het Hooglied ziet op haar bruidegom en dat haar bruidegom zegt, wend je hoofd van me af, want je ogen doen mij geweld aan. Ze was zo gevangen door het zien op Jezus, dat haar bruidegom als het ware haar van zich afduwde om haar nog meer te laten zien op de bruidegom. Zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Of zoals het was op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. De heilige schrift staat er vol van. Een aansporing,
Een bevel om te zien op Jezus. En dan gaan we vanmorgen maar niet te diep erop in, hè. Hoe u eigen voelt en hoe u tegen uw eigen aankijkt en hoe u tegen dit en tegen dat aankijkt. Maar het gaat vanmorgen over het zien op Jezus. Je zalig kijken, zegt een van onze vaderen, op hem. Voor diegene is het avondmaal. En natuurlijk, is er dan zo'n volkomen geloof nodig? Nou, aan de tafel wil de Heer dat ook verzekeren, verzegelen. Hij wil dat ook dat geloof versterken, niet afbreken. Niet u in de put trappen, niet u wijzen op uw onvolkomenheden. Maar de bruidegom die wenst dat de liefde in uw hart, die moet er wel wezen. Is die er? Liefde omdat hij zijn liefde in mij heeft uitgestort. Daarom hebben wij hem lief gekregen. Die liefde wil hij versterken. En wanneer die liefde bloeit en brandt in je hart, als de schriften geopend worden, was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende. Over wie had hij het? Over zichzelf. Hebben jullie dat niet gelezen bij Mozes en de profeten van mij? Hij richtte de ogen als het ware van de emmersgangers op hem. En in het breken van het brood maakte hij zich ook bekend. We gaan even heel kort even kijken naar die vrouw in de Bijbel. Ik vind dit zo'n wonderlijk boek, het boekje Hooglied. En weet u waarom ook misschien wel? Omdat er van die soort tegenstrijdigheden in staan. Die u ook tegenkomt in uw eigen hart. En ik ook. Want ze ligt op bed. Ze is slaperig. Ze slaapt. Ze heeft net haar eigen gewassen. En ze heeft een nachtpon aangedaan. En de schoenen uitgetrokken. En je houdt het niet voor mogelijk. Maar er wordt op de deur geklopt. En wie staat er buiten? De buurman? Wel, nee. Haar liefste. Waar ze mee ondertrouwd is. En die klopt op de deur. En wat zegt hij? Word wakker, slappeling. Je bent veel te soft en veel te wereldgelijkvormig geweest. Nee. Hij zegt iets onbegrijpelijks. Mijn liefste. Is dat zijn bruid? Zij die te beroerd is, te beroerd om van het bed op te staan. Terwijl ze diep in haar hart, daar heb je het, diep in haar hart, hoort ze de stem van haar liefste. Maar ze heeft geen kracht. Waar geen kracht om? Om op te staan. Misschien herkent u dat wel in de achterliggende maanden, hè? Of in de achterliggende dagen, slappeling. Wat ben je lauw geweest? Wat heb je op het bed van zorgeloosheid gelegen in plaats van wakend te zijn en biddend? Mijn liefste, voel je het? Nou, ze zouden je beter een pak slaag kunnen geven. Maar mijn liefste, mijn volmaakte, mijn duiven. Hij zoekt als het ware naar woorden om zijn liefde naar deze bruid. Om haar te laten voelen en te laten zien dat ze ondanks dat ze niet geweest is die ze had moeten zijn, dat zijn liefde er nog steeds is, mijn liefste.
Dan wordt ze wakker gemaakt. U die slaapt, kind van de Heere, u die zo lauw bent. Hoe word je wakker? Hoe word je wakker? Door de donder van Sinaï? Nee. Door de vloek? Nee. Door schrik en beven? Nee. Hij steekt zijn hand door het gat van de deur. Zo was dat in Israël. En dan had je een deur en er zat een luikje boven. En het handsvat zat van binnen. Niet van buiten, maar van binnen. En hij steekt zijn hand. Waarom heeft hij die deur niet open gedaan? Hij kon toch die deur open doen? Maar hij doet die deur niet open. Hij steekt zijn hand door het gat van de deur. En hij legt op het handsvat van de deur legt hij mirre. Mirre in het boekje Hooglied, het symbool van de liefde. En de mirre drupt van zijn handen op de handsvaten van de deur. En weet u wat er gebeurt, jongens en meisjes? Dat hele huis, dat wordt vervuld met een lieflijke geur. De liefde van Christus. Dat maakt je wakker. Ruik je het? Snuif het op vanmorgen door de prediking van het woord. Dat de liefde van Christus het doodaard, het wereldgelijkvormige hart, het moedeloze hart. Dat het het wakker maakt, wakker. Je snuift het op. En ze hoort in de verte de stem van haar liefste. Die herken je toch nog wel? Al ben je zo ver weggezonken, maar je herkent hem toch wel? Want mijn schapen, die kennen mijn stem. Deze vrouw wist van de liefde van haar bruidegom en zij wist van de liefde tot hem. Maar ja, uitgegleden. Meegevoerd. Ze staat op van haar bed. En ze rent naar de deur toe. Want de liefde die trekt haar. Waar naartoe? Naar Mozes? Nee. Naar Christus. En ze wil de deur open doen en ze heeft maar één verlangen om in de armen van haar liefste te vallen. U ook? U ook. Het lijkt wel of dat ze vergeten is, wat achter haar lag. Want de liefde vervulde zo haar hart, de liefde tot Christus. Dan zou je helemaal vergeten wat er achter je ligt. Die liefde die je trekt naar hem toe en ze doet de deur open. En haar handen die druppen van de mirre, van de liefde van haar bruidegom. En ze doet de deur open en ze wil in zijn armen vallen. U ook vanmorgen. Dwaas die je geweest bent. Wat ben je vleeselijk geweest, wereldgelijkvormig, lauw. Een verlangen in je hart. Misschien vanmorgen wel door de prediking van het woord en door het zingen van de psalm. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dor en mat van droogte. En ze wil in zijn armen vallen en ze is weg. Hij is weg. Ze kijkt in een donker gat. In een zwart gat. Ze gaan natuurlijk weer terug naar bed. Want ja, te laat. Nee, ze gaan niet terug naar bed. Dat kan niet. Want er is iets wakker geroepen. Wat dan? De liefde. De liefde is wakker geroepen in haar hart. Maar vrouw, jij hoort niet 's avonds en 's nachts op de straten. Als de politie je tegenkomt, dan zeggen ze, wat ben je voor een vrouw? Maar ze is niet tegen te houden. U ook niet. Niet tegen te houden. Waarom niet? Omdat de liefde brandt. Dat is niet altijd even sterk in het leven van Gods kinderen. Er zijn ups en downs. Dat is waar. Maar in dit hoofdstuk gaat het erover dat de liefde in haar wakker wordt geroepen. En ze vlucht de straten op.
Wat gaat ze doen dan? Zoeken. Wie zoekt er? Gods kinderen zoeken. Bij het krieken van de dageraad. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar uw innerland. Daar gaat ze over de straat. Ze heeft dorst. Ze heeft honger. Het is wakker geroepen wat zo ver weggezonken was. En ze kan niet meer rusten en geen vrede vinden voordat ze hem gevonden heeft. En onderweg, dan komt ze de politie tegen. En die zegt, jij op straat, je bent een prostituee. Want die zijn 's avonds en 's nachts in de weer. Ga terug naar je huis. Zo doet dominee soms ook. Of ouderlingen. Of kinderen van de Heere. Die zeggen tegen Hanna, je bent dronken. En ze trekken de sluier van haar gezicht. Om haar schande bloot te leggen. Ze vernederen haar. Ze trappen op het hart van haar. Moet je ook op rekenen hoor. Gebeurt vandaag nog steeds hoor. Dat de mensen je niet begrijpen. En dat ze niet begrijpen dat het gaat om, waar is mijn bruidegom? Waar is mijn liefste? Ik ben hem om eigen schuld kwijtgeraakt. Maar hij heeft aan mijn deur gestaan en hij heeft mij genodigd en hij heeft mij geroepen. Maar ik was te vleeselijk, ik was te aardsgezind. Maar ik ben nou op zoek naar hem, maar ze luisteren niet naar haar. Het zijn wachters, die houden de wacht over de stad. En ze vervolgt haar weg. En ze komt de dochters van Jeruzalem tegen. Een beeld in het boekje Hooglied. Van die dochters die vaak in de nabijheid waren. Van haar. Haar vriendinnen zou je bijna zeggen. En die zeggen, wat is er toch met je aan de hand joh? Ze zegt, nou ik ben ziek. Ik voel me beroerd. Waarom dan? Nou, ik ben mijn liefste kwijt. Mijn liefste. Nou, zeggen die dochters van Jeruzalem, vertel me dan eens hoe die eruit ziet. Want het moet wel een bijzonder iemand zijn, een bijzonder iemand. Dat je moet zeggen, ik ben krank, ziek van liefde. Nou ja, als je hem kwijt bent, hè, heb je dan nog wat te zeggen eigenlijk? Als nou avondmaal gaat worden en zondag en je bent hem kwijt. Zou je dan nog aan het avondmaal durven? Vertel me dan wie die liefste is, want als jullie hem dan vinden, dan moeten jullie tegen hem zeggen dat hij gauw moet terugkomen, want anders sterf ik straks van liefde. U ook? Om te getuigen wie Jezus Christus is als het donker is in je hart. Zal zijn lof zelfs in de nacht. Dan. Zing het waar ik hem verwacht. En wat mijn hart dan ook mogen treffen tot de God van mijn leven te heffen. Kun je zo avondmaal houden? Wat dacht je? Ondanks, nochtans. Mijn ziel verwacht hem. Als die morgen niet terugkomt, dan komt hij overmorgen terug. Waarom ben je zo verzekerd, o bruid? Waarom ben je verzekerd terwijl je hem kwijt bent om eigen schuld en toch verzekerd? Ja, hij heeft wat in mijn hart gelegd. Op de bodem van mijn hart ligt iets, zegt de bruid. Dat kan niet meer zonder hem leven. En daarom zoek ik hem. Ik zoek hem. Of dat ik hem ook vinden mag. Want hij heeft mij eerst opgezocht. En daarom kan ik niet meer zonder hem leven. Getuigen. Avondmaal heeft iets te maken met belijdenis doen. Heb u er wel eens bij stilgestaan als het avondmaal bediend wordt, dat de duivel met al zijn trabanten aanwezig is.
maar dat ook de engelen des Heren, die zijn rondom de gemeente bij elkaar. Gelooft u dat? En dat de God van hemel en aarde een zondag op de tafel neerziet. En dat hij om wie het gaat, Christus. Dat hij vanuit de hemel ziet op de aarde. En dat hij zegt, wie mij belijden zal voor de mensen. Voor de gemeente. Die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Daarom is het zo erg, hè. Als je belijdenis hebt gedaan en je belijdt hem niet uit vrees, waarvoor? Niet aan te durven, je veiliger te voelen om te blijven zitten dan aan te gaan. Maar zondagavondmaal, doe dat tot mijn gedachtenis. En laat de duivel zondag zien dat hij iets verloren heeft over uw leven. En ga met vrijmoedigheid tot de tafel des Heren. Omdat de liefde van God in uw hart is uitgestort. En dat de duivel met leden ogen moet aanschouwen. Dat hij zijn prooi kwijt is. Nee, niet door het gaan aan het avondmaal. Want daar verdien je niks mee, hoor. Er wordt aan het avondmaal niks verdiend, hoor. Aan het avondmaal worden dingen bevestigd die God gewerkt heeft. Daar wil de Heer een zegel zetten op zijn eigen werk. Dat is avondmaal. En dat we aan de tafel zouden zitten en we zien niet op onze werken en we zien niet op ons leven en we zien niet op wat we gedaan hebben en niet gedaan hebben. Maar we zien op Christus, daar zien we op. Je zou toch wensen dat het vanmorgen al avondmaal was. Hè? Om aan zijn tafel te mogen zitten en te getuigen. Duivel, je hebt het verloren. Ik ben jouw eigendom niet meer. Maar hij heeft mij getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. En daarom ga ik aan de tafel. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik kan niet anders meer, want het gaat om hem. Waar gaat het over? Waar gaat het over? Waar hebben we het allemaal druk mee? Met de andere avondmaalgangers? Dan moet het lastig vinden dat op zo'n handjevol mensen er zoveel aan de tafel gaan, zei iemand van de week. Ik snap het, hoor, want ik ben ook zo geweest, nog veel erger. Maar ik roep u op om niet bezig te zijn met een ander, maar ik roep u op om op Christus te zien. En een ieder die op hem vertrouwt en niet meer vertrouwt op eigen werken of op godsdienst of traditie, maar die op hem vertrouwt, daar wil die graag mee aan tafel zitten. Dat zijn niet mijn woorden, maar hij zegt, ik heb grotelijks begeerd. Dat doet het geloof. Het geloof dat zegt, ik heb grotelijks begeerd om het avondmaal met mij te houden. En lieve gemeente, hij heeft smart over u. Die na zoveel preken nog steeds in de bank zit. En gewoon denkt dat je er nog rechtzinnig toe bent ook. Want je kan beter 1000 keer twijfelen als 1 keer je eigen vergissen, zeggen we dan. Het komt uit de hel. Want of u het vroom doet of goddeloos. Maar u moet niet de toevlucht nemen. Tot Christus alleen. Want dan breekt de hel los. Misschien wel in je huwelijk, misschien wel thuis of in je familie. Maar ja, dochters van Jeruzalem, waar is mijn liefste? En als je hem tegenkomt, vertel dan dat ik erg naar hem verlangd. U ook? Jij ook? Die vraag heb ik natuurlijk vannacht ook gesteld aan mezelf. Kun je toch zo niet zeggen, dominee? Ja, maar dat is genade. Wat is genade?
mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dor en mat van droogtebrand, om hem te willen eren. Daar gaat het vanavond over. Eer je hem om aan een tafel te gaan? Ja. Door een eenvoudig en een waarachtig geloof, die op Christus vertrouwt, vereert en verheerlijkt. U wou toch niet zeggen dat de gang naar de tafel tot verheerlijking is van Gods naam? Wat dacht u dan? Daar hebt hij zijn bloed voor gegeven. Daar hebt hij zijn leven voor gegeven. En als u naar de tafel vlucht, hongerig, hongerig. Wie zijn er hongerig? De gelovigen. Gods kinderen die hongeren en die dorsten. Die hebben ervan geproefd. Toch? Of is het lang geleden? Nee, toch? Gisteren toch zeker? Of eergisteren? Verlangt om dicht bij Jezus te zijn. Om je moederhoofd aan zijn borst te leggen. Ik zou geen betere plaats weten, mijn vriend, om daar te mogen rusten. Want daar rusten de vermoeide van kracht. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Daar alleen maakt het elk in liefde dronken. Komt, vrienden, eet en drinkt. Christus alleen, hij is blank en hij is rood. Allemaal beelden in het boekje Hooglied om haar liefde uit te schilderen, want je hebt er soms geen woorden voor. Hij is zo blank en zo rein. Zij was zwart, hè? Zij was zwart. Ik weet dat het wel eens anders uitgelegd wordt, en dat mag misschien ook wel. Maar de eerste uitleg dat zij van zichzelf zegt dat ze zwart is, dat komt omdat de zon haar heeft beschenen. De zon is het teken van de verdrukking. Haar broers en zussen hebben haar verdrukt. Ze hebben haar gemaakt tot een herderin van hun kudde. En ze hebben in de open lucht door de woestijn, in de brandende zon haar weggegaan. En ze heeft haar schoonheid verloren. Want in het Midden-Oosten is blank, een blanke huid, is een teken van sieraad, van mooi en niet zwart geblakerd van de zon. Ze zeggen, maar ik ben door de zon beschenen. Ik ben uitgespogen door mijn eigen broeders en zusters en daarom ik ben zwart. In de tweede plaats wordt dat wel eens toegepast, hè, op de zonde. Nou, misschien mag dat wel, maar exegetisch is reinheid een teken van schoonheid. En blank te zijn is een teken van mooi te zijn. Je bent mooi. Mijn bruid, wat zegt daar bruidegom? Je bent mooi. Je bent in mijn ogen, niet in de ogen van de wereld, want dan ben je lelijk. Want je bent zwart. Maar in mijn ogen ben je rein. Ben je mijn liefste, ben je mijn volmaakte. Ben je mijn schoonste. Ik hou van jou. En ik wil niet dat je ver bij mij vandaan leeft. Ik wil dat je dicht bij mij blijft. En daarom ben ik bij de deur weggegaan om jou te lokken. Om jou te trekken. Om het verlangen in jou wakker te roepen. Dat je straks mij in de armen valt. En dat je zegt straks mijn liefste, mijn heren. U bent mijn volmaakte. Hij is blank. Hij is rein, hij is vlekkeloos, hij is rechtvaardig. Wie? Mijn bruidegom. En hij is ook rood. Ook een symbool in de Bijbel, hè? Al waren je zonden als scharlaken rood. Maar mijn liefste is blank en rood. Hebben u dat ook wel eens gemeente? Dat je geen woorden kan vinden om het tot uitdrukking te brengen wie Christus voor je is. Als je dat soms doet met je vrouw of met een vriend of een broeder. Dat je voelt dat je eigenlijk alleen maar van kan stamelen. Maar hij is mooier dan alle bomen van het woud.
Er is één boom te midden van dat woud, zegt Hooglied. Dat is mijn Christus. En hij is als een appelboom. En ik zit onder zijn schaduw. En ik eet zijn vrucht. En ik word erdoor versterkt en door verzadigd. Zo is mijn liefste. Heb je ook wat te zeggen vanmorgen door genade? Hè? Om zondag hem te mogen ontmoeten in de tekenen van brood en van wijn. Dat je tastbaar in je handen mag nemen en letterlijk aan je lippen mag zetten. Zijn bloed, zijn lichaam voor mij gebroken. Opdat ik aan de tafel goede gedachten van mijn meester zou hebben. Dat ik niemand anders op het vizier en op het netvlies zou zien dan Christus alleen. Dat ik mijn hele bestaan mag uitleveren aan hem die me lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Waardoor er vrede in mijn hart is gekomen en blijdschap. Om zo een zondag versterkt te worden. En in de gedachtenis van Jezus Christus ook versterkt te worden. We gaan naar huis. Even nog 7 dagen wachten. Sommigen vinden het lastig, hè, voorbereiding. Dan zeggen we, ja, heel het leven is voorbereiding. Nou, ik denk dat u wel een zetje nodig hebt, hoor. Ik denk dat u en ik wel wat van het pad zijn afgegleden. Denk u het ook niet? Daarom is misschien dat wel nodig, die voorbereiding. Om het hart gaande te maken. Door het horen van het woord. Dat je misschien al die rommel waar je heel de week zo druk mee bent, dat je het eens even aan de kant legt. Natuurlijk, niet alleen vandaag en niet alleen in de week van voorbereiding. Maar doe het eens van de week. Wie durft het? Nou, zei iemand, het is genade, dominee. Je kan natuurlijk in de week van voorbereiding doen wat u wil, maar daar verander je echte mensen niet mee. U hebt het niet begrepen. Want ik geloof dat God zijn kinderen voedt. Om de wereld van je af te leggen, zal je vanavond horen. En dat je hart mag bezig zijn met de dingen van het koninkrijk. En dat God dat wil zegenen. De kerkdienst wil zegenen. Dat u eens een uurtje gaat lezen 's avonds, dat hij dat wil zegenen. Niks te verdienen, we hoeven ook niks meer te verdienen. Want het is al verdiend. Maar wil je tot troost aan des Heren tafel deelnemen? Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Want ik heb Christus gevonden, wiens eigen ik ben. Maranatha, lieve Heer Jezus. Als u uit mijn leven wordt weggenomen, dan hou ik de dood over. Maar u bent in mijn dood gekomen, zegt Paulus. En u hebt me levend gemaakt. En ik verlang ernaar, ik dorst ernaar om zondag dicht bij u te zijn. En te smaken en te proeven dat de Heere goed is. Amen.